Deze nieuwsuitzending, die is weer nieuws. En het gaat over, ik neem de Bijbel als uitgangspunt en wil het graag naar de hedendaagsheid brengen. De Bijbel is actueel. De inhoud van de letters is actueel. Over de vertaling is geen discussie. Ik heb het in mijn vorige uitzending gehad over de algemeen geaccepteerde King James Version uit 1611. Tezamen met de Statenvertaling, en die was 40 jaar later, die is Nederlands. En in het jaar 2000 is daar eentje aan toegevoegd en die heet de Schlachter Bijbel. En Schlachter betekent in het Duits hetzelfde als in het Nederlands. The Reaper op zijn Engels. Come on baby, feel the Reaper. Ken je dat nummer? Van de Blue Oyster Cult. De Schlachter Bijbel. Okay. Die zegt Jurk. En Michael zeggen dan. De Lutherse Bijbel. Dus, er zitten allemaal dingen aan. En de New KGV. Ja, dat heb je ook helemaal niet nodig. Dat is echt gewoon oude hoeren. Heb je ook nog de New International Version. En dat zijn fop-bijbels. Wat mij betreft, veel te veel. King James, die geloof ik. Die klopt ook. Ergens in de Bijbel staat van aan dit geschrift zal je geen jota toevoegen of afnemen. En dan kijk ik naar die letters en denk ik, ja, dat klopt. Kom, zal ik er even eentje bij pakken. Heb ik het nog ergens over. Het is zo mooi taalgebruik. Ja, ik ben erg taalgevoelig. Dat heb ik altijd gehad. Ik hou van taal. Logica en al die dingen. Metafysica. Even kijken. Dan gaan we net, het is gewoon even een feestje voor Perry. We doen net alsof ik jarig ben. Even kijken die ik erg mooi vind. Oh, het gaat ver. Ik ken er niet zoveel uit mijn hoofd, hoor. Dat hoeft ook niet. Even kijken hoor. Johannes 1 vers 1. Ja, oké. Okay. Dat is een mooie website dit. Hoor. Ik maak geen screencast. Jullie kunnen niet meekijken. Vreed schrijfruimte man. Ik zal die link. Ik zal hem erbij zetten. Ik even een aantekening van maken. Ik weet het zelf ook nog. Een mooie website. Je kan die ook nog lezen in het oude Engels. Dat is wel leuk. Dan begrijp je ook waarom wat wij een W noemen van Willem. Dat heet daar een dubbele U. Dubbele U. Ja, daar staat hij dus in de King James. Want dit is dan zonder die... Want die V was oorspronkelijk een U. Het is dan niet. Even kijken hoor, staat hier nog ergens een U? Nee, hier niet. Ja, precies. Dit is de gewone. En dan is Johannes, dat is het vierde evangelie. En daarvan hoofdstuk 1. En daarvan vers 1. En die luidt. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It is heavy, man. Ja, noem mij één religie, één boek van Boeddha of Sarasvata of whatever, wat dit fraseert.
Want dit is waar. Dit is de werkelijkheid. Dit correspondeert met de werkelijkheid. Het is consensus. En het slaat ergens op. Dus dit is de waarheid. Angstaanjagend. Ik ben ook zo bang nu. Hè. Ik heb bier nodig om mijn angst. Ik doe even een bierblikje open. Kijken of ik nou een beetje weghaal. Ik werk met zo'n close micer. Dan ga ik heel vlakbij praten. En dat hoor je dan bijna niet. Dit is de waarheid. Dus als je wilt weten, wat is God dan? Ja, God is het woord. Al die mensen die lopen te brullen in het Arabisch. God is groter. Ja, ik vind het wel leuk verzonnen, maar ik weet niet of God erom moet lachen hoor. God is groter. Groter, hè? Allahu Akbar. God is groter. In bepaalde dialecten dan. En in die andere Arabische dialecten betekent dat God is groot. Nee, God is niet groot. Oh, man. Ja, God is groter, vind ik een beetje. Ik denk ook wel dat die Koranisten, die zijn nu bezig, hè? Onder dat politoeren. Al die Koranlezers hebben dat nodig. Die tekst moet gepolitoerd worden. Het moet echt een consensus worden. Helemaal schoon en glimmend. En wat hou je over? Dat iedereen de Bijbel gaat lezen. Want in het begin was het woord. Ik pak even de Statenvertaling erbij. Die moet ik allebei opnemen. Ik beloof het dat ik dit ga doen. Ik vind die website van de Statenvertaling. Ja, om plaatjes. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Het ding werkt. Hoor. En als die plaatjes erop. Ja, waarschijnlijk zijn er mensen die. Net als wij op Facebook. Vinden ze het ook weer leuk dat er een nieuw plaatje staat. Hè. Wat staat hier nou? Dat is wel een mooie declamatie. Dat is de ganse heilige schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Door last van de hoogmogende heren, Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Zo, maar ja. Is het 1618? Oké. Okay. En talen, dat betekent dat het niet alleen uit het Latijn is overgezet. Talen staan daar. Dat is meervoud. Goed, dan moet je even een beetje scrollen. Deze site. Ik hoop dat die werkt op een iPad of zo. Weet ik niet. Een beetje druk. Ik zou het niet doen. Ik vind wat dat betreft die King James iets meer dinges. Ik zou een mapmaster willen worden. Maar ik heb Nieuw Testament moeten hebben. Dit is Nederlands, hè? Nieuw Testament en dan. Ja,
Johannes is het vierde evangelie. Ja, en dan krijgen we dan, en dan Johannes 1. Ja. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus als mensen zeggen, het woord bestaat niet. Dat kan niet. Dat kan je wel zeggen. Het punt is, dat als ik jou probeer te begrijpen, dan denk ik, ik hoor een woord. En dat woord, dat luidt, het woord bestaat niet. Dat is een, jezelf voor gek verklaren. En als je tegen mij gaat zeggen, het woord bestaat, dan denk ik, homo, bestel een bier. Op het begin een kroeggevecht, weet ik van wat, ga fluiten naar wijven die je vervolgens voor de bek gaan slaan met een handtasje. Een beetje zeggen, het woord bestaat. Dat zeg je toch niet? Ik vind het helemaal gek dat je je uitlaat over het feit of iets bestaat. Bestaan er micro-SD's die je ook via USB 4.5 kan aansturen? Dat lijkt mij een correcte vraag. Iemand anders kan zeggen, ja, die bestaan. Die kan je kopen in Thailand. Moet je wel bewijzen van hebben. Hè? Als iets bestaat, heb je daar een bewijs van. Kijk. En het woord, ja, dat bewijst zichzelf. Want het feit dat het woord uitgesproken is, woord, en jij naar mij luistert, betekent dat het woord bestaat. Ja, en God is ook. Sorry, maar ik moest er even aan. Ik zei ahem. En ik excuseer me niet voor mijn hoest. Ja, God bestaat. Ja, net zoals het woord. God is het woord. Erg belangrijk. Mensen verspillen hun woord. Mensen gaan stemmen, bijvoorbeeld. Laten ze ook nog vrouwen stemmen? Dat is een verspilling van je woord. Dat mag je niet doen. Fok zeg. Is het nou weer, hè? Ik heb een hele mooie nieuwe aansteker gekocht. Die is navulbaar. Maar dat is zo'n buitenwindbestendige aansteker. Echt Burn Baby Burn Disco Inferno. Ja. Laten we hopen dat dit helpt. Och nee. Oh mensen, wie heeft er nou eens een keer medelijden met mij? Ja, wij nou. Okay. Ik heb nog een doosje lucifers. Stomme kutaansteker. Ja, het woord is alles waar het om draait. Maar stemmen, dat is niks. Je mag hier eens in de 4 jaar stemmen voor de nationale regering en ook voor de provinciale toezichthouders en de gemeentelijke toezichthouders. En wat stem je dan voor? Ja, stem je voor een, ja, meestal in een spectrum van maximaal 16 mogelijkheden. Er zijn ook mensen die zeggen van, ja, ik stem alleen op grote partijen. Want als je stemt op kleine partijen, dan heeft je stem geen nut.
Dus ik stem op een grote partij. Ja, dat is niet echt het woord, hè. Van, nee, dat kan ik toch niet zeggen. Ik stem groot. Ik stem op een grote partij. Ja, dat weer. Je stem heeft helemaal geen nut. Niet met stemmen dus, hè? Dat slaat nergens op. Jouw woord is belangrijk. En met jouw woord stem je. Dat is je stem. Het gaat om wat je zegt. Al die mensen die sms'en sturen met hoofdletters en typfouten, uitroeptekens, de mensen die dan lalalalala, spatie, uitroepteken, en dan gelijk beginnen met, met het volgende karakter. Hou er mee op. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus. Wat staat er nou? Het begon. De tijd was er. Ja? Tik, tok, tik, tok. Toen kwam het woord. En het woord was bij God. Dat betekent dat God, ja, die was er al. Maar met dat de tijd begon, kwam het woord. En God, dat woord was bij God. Net als een hond bij jou is, of zo, hè? En het woord was God. Ja. Dus God heeft zichzelf geschapen in de materie, zijnde het woord. Dus iedereen die het woord spreekt, is gelijk aan God. In de zin dat je zijn woord spreekt. Ja, heavy, vind je niet? Dit is één vers. En dat klopt. Tja. Kijk, je woord is alles wat er is. Met je woord kan je alles verpesten. En met je woord kan je ook nog goed veroorzaken. In het begin was het woord. En het woord was bij het goede. En het woord was het goede. We hebben het woord niet gekregen om bommen te flikkeren op Vietnam. Want dat is niet goed. En met die mensen die daarmee eens lopen te zijn, geen omgang. Niet binnenlaten in je kerk. Ze verpesten alles. En mensen die stemmen, die misbruiken hun woord. Je mag helemaal niet stemmen. De hele overheid is corrupt. Het is één grote Babylonische leeuwenkuil. En we heten niet allemaal meneer Daniel, snap je? Wegwezen uit Babylon, baby.
Dat is ook het woord. Hè? Het woord zegt, dat is God dus, hè? Het woord zegt dat de planten voldoende produceren qua bananen, sinaasappels, avocado's, aardappelen, rozijnen, aardbeien, knolselderij, bleekselderij en preien bij schorseneren en... Ja, voldoende, man. Bloemkool, groene kool, boerenkool, zuurkool. Erg lekker. Dat is half... Nou, mag dat eigenlijk wel? Ja, je mag wel bacteriën eten, denk ik, hoor. Want dat doe je als je zuurkool eet. Ja, dat je het even weet. Maar zuurkool is wel lekker, hoor. Beetje suiker erbij. Geen suiker, ja, rozijnen erbij. Suiker, rozijnen. Stukje gember voor de gein. Oh, iets gewoon komijn of zo. Ook wel lekker. Lekker garen. Goed. Beetje rijst erbij. Een bon appetit. Dat is het woord. Dat staat in de Bijbel. Vroeger was dat zo. Toen alles nog goed was. Voordat meneer de wijsneus, meneer Adam, die wilde zo graag een assistent. En dat mocht geen krokodil zijn. Nee, dat moest een mens zijn. Aan mij ongeschikt, of zoiets. Nu heb je een heel andere. Ik vind het, het is een sociaal. Als je, sociologie is toch een wetenschap? Sociologisch is er veel aan de hand, hoor. Je hebt zo'n man die heet Jordan Peterson. Half christelijk. Die weet niet goed het verschil tussen christendom en heidendom. Ook een beetje een moron. Maar die is een behoorlijke... Jordan Peterson heeft... Er is een wet. En bij die wet ben je verplicht om mensen aan te spreken met... Ja, dat je niet meer mag zeggen hij of zij. Of, iedereen kiest zijn eigen pronoun of zo. Jordan Peterson heeft gezegd, joh, dat vind ik belachelijk. Ja, dan ben je anti-LGBTIXIT. Nee, sorry, ik vind het belachelijk. Vind ik ook. Ik heb ook van die momenten meegemaakt, hoor. Dat was je in de kroeg. En er zei er iemand, die weet ik veel, die had geld verdiend. En die zei, kom op, we gaan nog even doortanken. En ik zei, nee, man. Ah, mijn kratten, man. Ik moet morgenochtend om 8:00 op. En dan wordt er tegen mij gezegd, hey, mietje, bek houden en doorsuipen. En dan denk ik ook, okay, boos word. Ja, het maakt mij niet uit hoe je mij noemt, hoor. Ja. Het is mijn café De Wacht met Wim Kruidentuin. En dan zei Mo, en waarom gaan jullie niet trouwen? En ze zijn erbij, Wim Kruidentuin, die zou het vrouwtje zijn. En Wim Kruidentuin, die had het helemaal niet gehoord. Hè. Ik heb het later nog uitgelegd. Oh, wij gaan trouwen? Ja, ja, en Mo zei, jij bent het vrouwtje. Nee, je lacht je kapot. Maar die transgender ellende, ja, gaat er weg. Zet ik zunnes. Ik ben ook in het verkeerde lichaam geboren.
Wat ik vooral zo ergerlijk vind, is dat ik zo weinig verstand heb. Oh mijn god. Dat vind ik erg hoor. Oh, ik heb zo weinig verstand. Kan u dat verbeteren, meneer de meneer? Nee, dat kunnen ze helemaal niet. Ze kunnen ook helemaal geen mannen en vrouwen veranderen. Dat kan helemaal niet. Ga er weg. Ja, je kan als man kan je pik eraf laten zagen. Dat is allemaal best. Maar dan word je geen vrouw mee. Ga er weg. Er zijn mensen die worden geboren en die hebben... Ja, dat heet een... Hermafrodiet heet dat. Maar dat zijn monsters. Dat is een katholiek begrip, hè? Monstrum. Uitprobeersels van God. Maar die werken niet. Dat werkt niet. Die kunnen zich niet voortplanten. Ja, dat hoort erbij. Extreme vormen van... Heeft ook te maken met allerlei stresstoestanden. Een hermafrodiet wordt niet zomaar geboren. Hoef je niet bang voor te zijn. Als een, we hebben het over het woord. Hè? Dat is ook een waar woord. Mensen die... Vrouwen worden vruchtbaar vanaf ja, de menstruatietijd. Hè? 14, 12. Ja, dan moeten ze een beetje leren om in het leven te kunnen staan. En wat kansen afwegen. Een goed mannetje zoeken die elektricien is. Of wegenbouwer. Of, maakt niet uit. Zo'n werkman moet je hebben als vrouw. Hè? Beetje gezonde jongen. Die in de weekenden lekker naar buiten gaat. Dat is ook leuk als je dan kinderen hebt. Die gaan allemaal met papa mee. Dan heb je lekker het huis voor je alleen. Dat is de bedoeling. Dan krijg je onder die omstandigheden. Dan ben je 17, 18. Dan ben je zwanger. Ja, gewoon doen. Krijg je geen transgender, geen Mongool, de Down syndrome, hè? Dat je kind een chromosoom te veel heeft. Die zijn niet zo slim, hè? Ze zijn een soort pitbulls. Ze zijn wel aardig, maar ze zijn niet slim. Maar die kans is heel klein. Als je goed eten, voordat je aan seks begint. Ik heb het over het woord, hè? Want in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En God wil graag dat er godverdomme geneukt wordt met een doel. En niet alleen maar om klaar te komen. Hé? Maar een beetje goed eten. Stoppen met roken. Dat is altijd verstandig. Lekker veel frisse lucht. Wandelingetjes maken. Gembersap drinken. Wat ook lekker is, als je dan toch zwanger bent. Hè? Een muntthee. Superman. Ja. Kan je zelf kweken. Je kan munt... Ik weet niet waar je woont. Maar je hebt vast wel een raam op het zuiden. En zo niet, moet je als de sodemieter verhuizen. In het Romeins recht of Grieks recht is opgenomen dat het houden van slaven inhoudt dat zo'n slaaf een woning heeft, een kamer, met een raam op het zuiden. Als jij een huis uitzoekt, moet je even kijken of de ramen staan op het zuiden. Zo niet, niet daar gaan wonen. Vermijd die plekken. Ja, soms kan je niet anders. En ook al heb je dan... Ja, dit is wel vervelend. Ik heb het ook, hoor.
Ik heb een raam op het oosten en een raam op het westen. Aha, ha, 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 ha. Maar ik heb wel koriander laten groeien hier op de vensterbank. Het kan denk ik wel. Ze zitten van die flats te bouwen aan de overkant. En neemt allemaal licht weg. Maar... ja, in de zomer. Lekker munt. Ja, en je eigen munt. Maar... en trouwens, je bent zwanger. Dan zeg je tegen je vriendinnen. Ik wil muntthee drinken. En munten groeit tegen de klippen op, joh. Lekker, joh. Lekker munthee. Ja, niet, geen alcohol. Ik zou het niet doen als je zwanger bent. Gewoon even niet. Ik ben ook heel vaak gestopt met drinken, hoor. De vrouwen kunnen dat ook. Als ik het kan, dan kan een vrouw het ook. Maar even niet drinken, even niet roken. Oh ja, geen drugs, geen speed en zo. Misschien een wietje op z'n tijd. Maar ook niet 5 keer per dag of zo. Lekker eten. Jezelf voldaan voelen. Van mij mag je brood eten. Je mag van mij ook shawarma eten. Hoor. Kool, dat schijnt niet zo goed te zijn. Nee, oh nee, dat... dat is bij de borstvoeding. Niet te veel kool eten. Baren, is echt, iedereen is er bang voor, maar dat stelt niks voor. Joh. Je lichaam is erop ingericht. Hè? Je vrouwenlichaam, ik heb het even tegen de dames. Jouw heupen, die gaan... Het is een trucje wat je even moet leren. Dus dat die heupen van elkaar moeten... ja, het is heel eng als je daar een rundje film van zou maken. Maar de heupen van een vrouw, die kunnen uit elkaar. Mannen kunnen dat niet. Vrouwen kunnen dat wel. Maar die baring is echt niet zo'n probleem. En dan heb je een kind. Nou, dan krijg je gelijk van de communistische katholieke kerk. Ja, de KKK, zullen we zeggen. Die Übermenschen. Dan krijg je uitkering. Niet heel veel. €100 per maand ongeveer. Nou, dat is toch een bron van inkomen. Ik zou het doen, hoor. 17, 18 of zo. Perfect, man. Ik heb het ook tegen mijn dochter gezegd. Now is the time. Now is the moment. En mijn dochter zei tegen mij... hoeveel vingers steek ik op? Ja. Of woorden van gelijke strekking. Iets met fuck you. Dat is dom, vind ik wel, van mijn dochter. Die luistert niet naar mijn woord. Dat hadden we wel moeten doen. Ik had al lang zwanger moeten zijn. Mag ze zelf de naam kiezen. Wij hebben in de familie zo'n heel leuk gebruik. Dat de kinderen die kinderen krijgen, die mogen de voornaam zelf kiezen. Maar de kleinkinderen dan, die krijgen dan 2 namen erbij. Dus iedereen heeft 3 namen. Ik heet Perry Franciscus Martinez Winkel. Het zou wel leuk zijn om een kind te hebben. En die heette Joris Perry Herman van der Graaf. En dan Herman is dan die collega opa. Is dat de ideale strategie, man? Als je daar op je 17e mee begint, even rekenen. Als je je kind met rust laat, je doet niet ingewikkeld. En
En je hebt een leuke kerel en die gaat elke dag lekker naar zijn werk. En in het weekend gaat hij leuke dingen doen en je mag mee als je wil. En hoe lang moet je zorgen voor een kind? Ja, in het begin is het dagelijks hoor, dat is heel veel werk. Maar dat neemt af. En die kinderen moet je stimuleren in zelfstandigheid. Dat is iets wat vrouwen moeilijk vinden, by the way. Mannen hebben dat makkelijker, hè? Die zien dat veel sneller in. Daarom moet je ook een vader hebben voor je kinderen. Om die kinderen zelfstandig te maken. En dan maak je ze zo vroeg mogelijk zelfstandig. Als ze een jaartje of 14 zijn, als het dan niet klaar is, dan zijn ze Mongool. Dan moet je de communistische overheid bellen en zeggen, ik heb een Mongool. Kan je hem even overnemen? Nee, een gezond kind met het 14e jaar is zelfstandig. Die kan koken. Die kan schoonmaken, opruimen, afwassen, ramen lappen, planten water geven. Wat maar nodig is. Nou, hoe oud ben jij dan? Nou, dan ben je, als je op je 17e een kind krijgt, op je 31ste is die zelfstandig. Nou, één kind is niet genoeg. Je moet er drie, dan moet je op mikken. Drie kinderen. Zo drie keer... plop eruit. Drie keer. Dan ben je klaar. En op het moment dat jij 31 bent... Ja, dan kan die oudste... Die dagelijkse dingetjes wel overnemen. En heb jij meer de vrije teugel... Dan kan je gaan werken. Dan kan je een arbeidscontract aangaan. Dat is leuk hoor. Ga lekker naar buiten toe. Lekker met de trein. Een beetje ergens aanwezig zijn. Of je gaat naar het buurthuis. Ga je daar thee schenken. Voor bejaarden. Heb je een leuk leven? Lekker actief. Allemaal mensen om je heen. En iedereen. Oh, daar is Josephine. Dag Josephine. Je krijgt wel heel veel aandacht. Maar ja, daar houden vrouwen van. Toch? Ik niet. Maar dat is toch je way to go, baby. Daar moet je naartoe. Dat is het woord. Er is niets meer. Iemand als Angela Merkel. Dat is niet een rolmodel. Dat is geen antropos. Het is niet een exemplarisch persoon. Angela Merkel, die gaat door voor de kleindochter van Adolf Hitler. Ja, en terecht. Als het niet is, dat zou best kunnen hoor. Dat is één grote leugen is. Maar aan de andere kant, als het dat niet zou zijn, dus, hè, zou dat gewoon kunnen zijn. Adolf Hitler maakte Duitsland kapot. En Angela Merkel, die gooit er nog een schepje bovenop. En dat is het woord. Dat is waar, namelijk. En het is consensus. En dat doet ertoe. Dus Angela Merkel maakt Duitsland kapot. Net alsof ze de kleindochter is van Adolf Hitler. Want Adolf Hitler heeft dat ook gedaan. Dat is het woord. En luister naar het woord. Luister naar mijn woord.
Ik heb gelijk. Ik durf dat te zeggen. Dat is een satanist. Ja, die beweert dat hij satanist is, maar altijd maar de vraag. Maar hij schijnt te betalen. Een maandelijkse bijdrage aan de... Dan gaan ze naar de Prins Hendrik Kade. Hij kan wel heel erg goed schaken. Tegen hem vind ik het zo leuk om hem te pesten, te plagen. En daar wordt hij ook pist van, hoor. Oh. Dat was het laatste. Ik zat tegen hem te schaken. En het eerste potje had hij me echt te pakken. Dat was een kut, man. En toen de revanche. En toen zei hij nog tegen mij van... Ja, ik weet niet of ik tegen zo'n lul als jij... die niet kan schaken... mijn tijd nog wil verdoen om de stukken op te zetten. Maar dat gebeurde dan wel. En toen opende die met... Hij was wit... met A2, A4. Kun je schaken? Het A tot en met H. En dan 1 tot en met 8. En dat linkervak, dat is donker. Dat is A1. Daar staat je toren. En daarvoor staat een pion, natuurlijk. Dus al die pionnen. Boop, 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 boop. En dan doe je je torenpion 2 naar voren. Dat was een belediging. En toen verloor ik ook nog. Kijk, A2, A4 is absolutely bad. Maar dat is niet het woord. De favoriete van mensen als Robert James Fisher is E2, E4. Die vind ik zelf ook erg leuk. Ik ben nu aan het kijken naar D2, D4. Het heet het Engelse systeem, de London System. Maar ik doe geen toernooien of zo. E2, E4 vind ik wel leuk. En dan verlies ik. Dat vind ik niet erg. Dat interesseert me geen donder. Ik hou van schaken. Omdat ik wil winnen. En hij is beter dan ik. Maar ik laat mij zo af en toe ontvallen dat hij is op zoek. En ik heb gelijk. Want ik ben niet meer op zoek. Kijk, ik heb hier de Statenvertaling. Online. Het is zo'n nummer van Bono. Met U2. And I still haven't found what I am looking for. En ik wil zeggen dat ik een dombo ben. Want Bono, die is er ook, die is ouder dan ik, hoor. Hij heeft nog steeds niet gevonden wat hij wilde, waar hij naar op zoek was. Zo. Ben je achterlijk? Ja, ik heb het al gevonden, dus voor mij is het duidelijk. Ik vind het ook best mooi. Ik ben niet boos op God, hoor, helemaal niet. Ik wil wel een pittig gesprek met hem. En dan zal ik je even vertellen waar de homo's wonen. Nou, die zitten daar en kill the mofo's. Als God dan tegen me zegt, van, ja, moet ik dat helemaal in mijn eentje doen? Dan zeg ik, nee, helemaal niet, man, homo. Dan mag je tegen God zeggen... Want die is toch één. En homo betekent één. God is de homo. Dan krijg je homo, stuur me dan maar terug, man.
Ja, maar je bent al zo oud en heb je nog wel energie? Ik zei, ja, ik wel. Dan doe ik het zelf wel. In jouw naam, natuurlijk, hè? In jouw woord. Dan doe ik het zelf wel. Hey, wat mij betreft mogen er een aantal absoluut gaan hemelen. Stelletje Angela Merkel stemmers. Wir sind von Deutschland und wir stimmen für die Vernietigung des Deutschlands. Het heet niet stemmen, dat noemen ze welen. Wir wählen für die Vernietigung des Deutschlands. Zeg je dan want? Ja, want dat is ons land. Kill die katholieken. Alles een beetje kapot maken. Ja, ik heb er geen respect voor. Echt niet hoor. Ik vind het walgelijk. De tv vind ik ook walgelijk. De krant vind ik walgelijk. Echt te kotsen, man. Ik heb nog een tijdje geprobeerd, best aardig. Dat heb ik samen gedaan met Mira, van Talk to Mira. Ging ik de krant doornemen. Ik had me voorbereiden. Met een rode stift. Die uitzendingen zijn niet goed mislukt. Nee, niet goed gelukt. Die zijn qua audio. Ja, die klopt niet. Inmiddels heb ik het beter. Hè? Het is een SM58. Een Shure microphone. En die zit in een ADC-converter. En die zit met USB 3. Huppeltje pup. In mijn Mac. Kijk, nu gaat het beter. Heb je? Want het gaat om het woord. We hebben het over Johannes 1, vers 1. Zijn wel leuke, die uitzendingen zijn best leuk. Ik zal die playlist, nou ja, dan moet je zelf maar opzoeken. Mijn kanaal kan je hieronder vinden. En dan moet je naar playlists gaan en dan vind je wel wat ik met Mira heb gedaan. Is wel leuk, hoor. Ik haalde die kranten in Café de Wacht. Op dinsdag ging alles bij het oud papier. Een kartonnen doos met al die kranten. En mocht ik meenemen wat ik wilde. En die lagen dan hier in mijn woning rustig 6 maanden of zo. Ja, elke krant was genoeg materiaal. En trouwens, Mira, van Talk to Mira, die had ook niet elke dag tijd. Ik ook niet. Ging allemaal heel rustig aan. Het zijn leuke uitzendingen geworden. Alleen de audio was kut. En ik lees geen kranten meer. Ik doe het niet meer. Ik vind het te walgelijk voor woorden. En zeker toen ik het met Mira had besproken. Oh, wat erg is dit. Had ik zo'n krant, die was 6 maanden oud. Het was inmiddels de pleuris uitgebroken dat de Europese Unie, dus wij ook, wij moesten geld gaan geven aan Papadopoulos of zo. En een half jaar daarvoor had Papadopoulos gezegd van, ik ga elke cent terugbetalen. Stond in de krant. Het ging niet helemaal niet. Nee, wij moesten betalen. Kijk, het woord is God. God is het woord. Ja. Het woord was God. Ja. Maar God is het woord. Het woord was God. Dus ooit was het goed. Maar tegenwoordig... Nee. Neem die moord op Marianne Vaatstra.
Dat was moord. Moord betekent het doden van een onschuldig mens. Een dier, die kan je niet vermoorden. Die wordt geslacht of gedood. En dat hoort er dan bij. Als je kippen houdt, dan worden die... Die haantjes, die moeten eraan. Die kippen mogen wel bestaan, maar die haantjes... Nee, daar heb je niks aan. En die worden gedood. Dat is geen moord. Een mens, als je die... Dat is een onschuldig mens doodt. Dat is moord. Dat is ook mijn bijdrage naar al die de één verbetering van Mozes. Het zoveelste gebod. Ik pak hem er even bij. Staat daar niet helemaal goed. Volgens mij dan. Hè? Even kijken of ik kan vinden. Heb ik nog. Oké, dus ik kan het niet zo heel snel vinden hoor. Dan gaan we naar eventjes andere strategie. Ik heb een Macintosh, dus een computer. Dan moet die staan. Dus de 10 geboden. Kom even kijken, want ik heb zo'n cache ding. Je moet nog snel kunnen vinden. 10. Geboden. Tien geboden. Nee. Ik heb er niks gevonden. Wat is dat nou? Ik kan het niet. Dan moet ik even op de hand op zoek. Ja, ik kan ook de King James pakken. Ik heb ze zo leuk vertaald. Dat is echt leuk. Kijk, die kan hier niet staan. Nee. Die hier staan. Even denken hoor. Oh, de langste. Daar kan ze ook niet staan. Daar kan ze ook niet staan. Ik heb die 10 geboden vertaald. Waar kan die dan staan? En die kan hier niet. En natuurlijk daar ook niet. Oh, the fuck man. En dan moet hij in mijn home directory staan. Nee, staat hij ook niet. Oké, daar nog. Jeetje, dat heb ik nou echt kwijt. Nee, hij staat hier natuurlijk. Wacht even. Ja. Bij de documenten. Oh, nee. Oh, nee. Ik ben ook niet kwijt. Dat kan niet zo. Echt niet. Ik ben hem niet kwijt. Maar dat maakt niet uit. Ik pak even de King James erbij. Anders duurt het te lang. Zou ik hier staan? Nog even kijken. Ik heb hem echt niet weggegooid. Dus dat kan niet. Waarom zou ik dat gedaan hebben? Nou, oké. We pakken de King James. Ja? Het gaat om het woord. De King James en de Statenvertaling. Nou, het gaat over Exodus. Even kijken. In de King James. Ik ben bij Johannes begonnen. Nu ga ik terug naar Exodus. En dan hoofdstuk 20. In principe moet je Exodus lezen vanaf hoofdstuk 1.
pakken maar wat uit. Nou, oké, die heb ik hier nu staan in het Engels. Dan pak ik de Statenvertaling erbij. Even kiezen voor Oude Testament. Exodus. Best wel een mooie website hoor, die ze hebben gemaakt. Exodus 20. Oké. Ik maak hem even wat groter voor mijn eigen ogen. Oké. Exodus hoofdstuk 20. Dus we donderen midden in een film. Maar er staat dan dit. And God spake all these words, saying, I, the Lord, thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage, als eerste geboden. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness that in heaven above, or that in the earth beneath, or that in the water under the earth. Dit lees ik voor zonder het schuinschrift. Ik ga verder. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord, thy God, a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth of them that hate me. Lekkere ja, drumroll. Brr, 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 brr. Het gaat over generaties. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Dan weet je ook gelijk waarom je geen godverdomme kan zeggen of mag zeggen, tenzij je Perry Winkle heet, die even het voorbeeld geeft. En dan moet die Perry Winkle eventjes godverdomme zeggen. Maar jij niet. Ik doe dit theatraal, snap je? Homo. Krijg je een mooie. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day, the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. Thou, nor thy son,
nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that within thy gates. Ja, wat is dit nou? Ja, vandaag zijn we vrij. Ja, wat doen we dan? Nou, we werken niet. Ja. For 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that them, and rested the seventh day. All that in them, yeah, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Je klopt. Heb je een beetje een probleem met als je dan werkt in de offshore industrie, dat je, ja, daar gaat dat niet. Ook niet als je werkt bij de brandweer. Op de emergency care van de, het Harderwijkse ziekenhuis of zo. Het gaat om de gedachte hierachter. Dus een mens mag zichzelf niet overwerken. Je moet rust nemen. Mensen werken veel te hard. Ja, maar hier in Nederland hebben wij 2 dagen per week hebben wij sabbat. Zaterdag en zondag allebei vrij. Nou, dat is volgens mij niet waar, hoor. Ja, denk er even over na. Ja, wie doet er nou nog aan het hebben van een sabbat? Dat je tegen je kinderen zegt van, lange neus, dikke Piet. Ja, ik wil eten. Nou, je weet toch waar de keukenkastjes staan of niet? Ja. Ik werk vandaag niet. Ik doe helemaal niks. Ik ga maar sabbat. Ik doe helemaal niks. Nee. De telefoon? Oh, die neem ik niet op. Als mensen mij gaan bellen op een sabbat, huppakee. Stekker eruit, met dat gezeik ben je ook af. Kijk, dat is sabbat houden. Kinderen niet zeiken, nee, helemaal niks. Het is sabbat, ik werk niet. En zo iemand die in de offshore-industrie zit, ja, die heeft dan. Heeft een goed. 49 weken contract of zo, hè? Ja, dat is een. 42 weken, levensgevaarlijk werk. Een beetje suipen en klaverjassen met je collega's en hopen dat je de volgende dag overleeft. Dan heb je 42 weken gebuffeld en dan heb je 7 weken vakantie. Sabbat. Ja, maar wie is daar nou op tegen? Ja. Ja, ik niet hoor, maar ja, lekker sabbateo. Zaterdag heet dat. Sabbateo. Oh, dan komt die hele mooie. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ik kan wel janken. Ja. Waar zijn die vaders en die moeders die je tegenwoordig nog kan eren? Een stelletje stoepmoeders en vreemdgaande vaders. Sukkels die zichzelf willen laten overleven met een of andere communistische, autoritaire kutbaan. Die vaders ken ik ook, hoor.
Ja, ik monteer computers bij asielzoekerscentra. Zo'n vent ken ik. Even, dan pak ik even de Statenvertaling erbij. Kom eens dan lekker bezig. Wat is dat nou? Het is prachtig Nederlands. Het is maar goed dat ik mijn vertaling heb gedaan. Dit is toch beter. Dit is de consensus. Dit is het woord. Gaat-ie. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan de duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en de heiligde denzelve. Dat is toch wel duidelijk, hè? Ook in het Nederlands staat het gewoon. Je moet niet de hele tijd werken, homo. In de slechte zin van het woord dan, hè? Want God is de allergrootste homo. Het is namelijk maar één God. Staat het toch? Ja. Geen andere goden. Dat betekent dat God is één. Nou, het woord in het Grieks voor één is homo. Ja, er staat hier. Oh, maar dit vind ik wel mooi vertaald. Hey, voordat we daar aan toe komen. Oh, dit is best mooi vertaald. Maar goed. Vers 12. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Het land waar jij met je stomme foute voeten dinges opstaat, met je stinkende tenen, ja, dat land is jou gegeven. En door wie? Ja, door God. En de bedoeling is dat je daar zo lang mogelijk met je stinkende tenen in de rondte blijft lopen. En dat begint met het eer hebben voor je vader en je moeder.
kan er een aparte uitzending. Ik ga dat doen. Ik doe even alleen over dit gebod. Wat erachter zit. Eer hebben voor je vader en je moeder. Een diepe jongen. En dan komt hij, hè? En daar wilde ik het over hebben. Dan krijg je: gij zult niets doodslaan. En in mijn MBG daar staat. Even kijken hoor, kijken hoe die ook kan vinden. Ik heb niet zo'n zin om dat boek erbij te pakken. Lekker donker hier. Doe ik even Nederlands. Bijbelgenootschap. Die Bijbel. Kijken. Lees de Bijbel op de Bijbel. Oké, dat heb je hier dan. Ja. Pak hem er even bij. Bijbellezen, debijbel.nl. Stomme. Ja, lees de Bijbel op debijbel.nl. Ja, klikken de klik, dat doe ik toch? Allemaal. Ja, oké. Okay. Ja, en nu? Was het nou dat de keuze voor de... Oh, dat is echt een minpuntje hoor, voor deze jongens. Is een website? Nou, wat wilden we ook alweer? Exodus 20. En leg mij enter momentje. Ja, oké, okay, dat klopt. Wat staat er hier? Oh, dit staat goed. Ja, dit is wat ik bedoelde. Pleeg geen moord. Dit is wat ik bedoelde. Bij de King James, daar staat... Thou shalt not kill... Maar dan moet je vertalen als doodslag of moord. Want doden, dat is, ja, dat gebeurt. Moord is het probleem. Even nog kijken naar de Statenvertaling, hoor. Want daar staat doodslaan. Ja, doodslaan, ja. En die MBG-jongens, die hebben het dan over moord. Dat ben ik mee eens. Ja. Goede vertaling. Goed, hè. Dit is... De Bijbel is de handleiding voor jouw bestaan. En dan kun je zeggen, ja, het is maar een boek. Ja, we hebben het over de waarheid. Snap je? Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik ben ver over het uur heen. Dus, hij gaat al lekker slapen, man. Ik zal je niet wakker maken. Ik ga op zijn hamburgers zeggen, heel langzaam, zodat jij in slaap valt. En mis die halte niet als je eruit moet bij Rotterdam-Zuid. Of heet het tegenwoordig Rotjeknor. Weet dat God van je houdt. En op een of andere manier komen we eruit met zijn woord. En zijn woord luidt op het hamburgers. Tjus. En dag lieverds.